Door het ontstaan van de landbouw, dat we in paragraaf 1.2 hebben gezien, konden mensen op een vaste plek gaan wonen. Ze hoefden niet meer rond te trekken. In eerste instantie woonde men in kleine dorpjes, maar langzamerhand groeiden sommige van die dorpen uit tot de eerste steden. En daarover gaat deze paragraaf. Het kenmerkend aspect dat erbij hoort, dat lijkt uiteraard weer op de titel van de paragraaf, maar er zit toch een klein nuanceverschil in. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen. En het verschil zit hem eigenlijk in dat woord gemeenschap. Want de gemeenschap is een groep van mensen die met elkaar moeten samenleven. Een gemeenschap die heeft dus bepaalde politieke, culturele, economische en sociale kanten. En daar gaan we dus in deze paragraaf eens naar kijken. En om dat te gaan doen, gaan we weer terug naar het gebied waar we bij paragraaf 1.2 ook al waren. Dat gebied van die vruchtbare halve maan. Hier zien we hetzelfde kaartje weer dat we eerder ook al zagen. Nu concentreren we ons op het meest vruchtbare gedeelte van die vruchtbare halve maan. En dat is het groene gedeelte. De zogenaamde Sumerische stadstaten die al in de legenda van het kaartje staan. Die zo vanaf 2800 voor Christus ontstonden. Dit is het meest vruchtbare gedeelte van die vruchtbare halve maan. Hoe komt dat? Nou ja, dit gebied ligt aan de monding van die twee grote rivieren Eufraat en Tigris. En die rivieren die traden ieder jaar buiten hun oevers. Die overstroomden. Dat is niet fijn, zou je denken, maar het gevolg daarvan was dat als dan het waterpeil weer naar een normaal niveau zakte, dat die rivieren vruchtbaar slip op de grond hadden achtergelaten. En dat maakte de landbouwgrond aan de oevers van de Eufraat en de Tigris extra vruchtbaar. Daar kon dus extra veel op groeien. En doordat er daar meer voedsel geproduceerd werd, konden daar ook meer mensen wonen. Maar we zullen het eens even rustig in een schema op een rijtje gaan zetten. Vanaf 10.000 voor Christus begint dus die landbouwrevolutie in de vruchtbare halve maan. We doen even een stapje terug. Dan krijg je eigenlijk paragraaf 1.2 en 1.3 samen in een kort beknopt schema. En die landbouwrevolutie die bestond dus uit in eerste instantie uit het zelf gaan planten van die zaden van die wilde gewassen. En dat werd de akkerbouw. En later ook het houden van die wilde beesten, dat vee, de veeteelt. Daarvoor werden allerlei uitvindingen gedaan die het werk op het land makkelijker moesten maken. En al deze zaken zorgden ervoor dat uiteindelijk er meer voedsel was dan in de tijd van die jagers en die verzamelaars. De voedselproductie werd verhoogd. Een gevolg van die verhoging van die voedselproductie was het feit dat men daardoor steeds meer in dorpen ging wonen. En die dorpen gingen ook groeien. Steeds meer mensen gingen op één vaste plek wonen. En hoe meer mensen dat deden, hoe meer landbouw er kwam, hoe meer voedsel er geproduceerd werd. En die dorpen die bleven dus groeien. Daarnaast was het ook zo dat omdat er zoveel voedsel geproduceerd werd in sommige gebieden, en zeker dus in die Sumerische stadstaten die we net zagen op het kaartje op de vorige dia, dat niet iedereen meer aan landbouw hoefde te doen. Sommige mensen gingen bijvoorbeeld die werktuigen die waren uitgevonden maken. Dat werden ambachtslieden. Mensen die dus producten maakten met de hand en die producten dan weer ruilden tegen voedsel. Of tegen geld dat ze van handelaren kregen. Want doordat er meer voedsel kwam, en doordat er nu allerlei producten gemaakt werden die ook verhandeld konden worden, ontstond de handel. En dan zie je op sommige plekken waar al veel mensen wonen, waar veel gehandeld wordt, dat die dorpen uiteindelijk uitgroeien tot de eerste steden. En hier zie je een heel simplistische weergave van wat er eigenlijk gebeurde als gevolg van die landbouwrevolutie, maar heeft in ieder geval een mooie keten van oorzaak en gevolg van hoe nou die eerste steden eigenlijk konden ontstaan. Ja, waarin verschilt die steden dan sowieso van die dorpen? Waren dat dan niet gewoon grote dorpen? Ja, dat waren het zeker. Zeker als je gaat kijken naar onze huidige standaarden. Want als we het hier hebben over de eerste steden, dan hebben we het over steden die, en dat waren echt de grootste steden ter wereld op dat moment, steden die dan een paar duizend inwoners hadden. Dat is tegenwoordig niet meer dan een klein dorp. We zien hier in dit schema dat er nu weer nieuwe middelen van bestaan zijn bijgekomen. We hadden al de volgende twee. Dat jagen en verzamelen, dat op een gegeven moment ophield, omdat iedereen overstapte op de landbouw. Maar nu zien we dat er ook ambachtslieden komen. En dat er later zelfs handelaren komen. En hier zien we de drie middelen van bestaan die de geschiedenis heel lang hebben bepaald. Landbouw, ambacht en handel op een rijtje staan. En in die eerste steden, in die vruchtbare halve maan, waren die middelen van bestaan dus aanwezig. En daar werd de samenleving dus eigenlijk ook steeds ingewikkelder. Er ontstond een stedelijke beschaving. In die steden in Sumerië ontwikkelden gewoonten, gebruiken, technische kennis, omgangsvormen, maatschappelijke verhoudingen en noem het allemaal maar op zich steeds verder. En dat zien we dus ook terug
als we de vier ondertussen welbekende blokken erbij pakken. Op economisch gebied zien we dus drie middelen van bestaan. Landbouw, het grootste deel van de bevolking in die Sumerische steden was nog steeds boer, maar daarnaast waren ze ook ambachtslieden en handelaren. Nou, op politiek gebied werd het nu toch wel belangrijk dat er echt een goed bestuur kwam. Want ja, nu woonde men niet meer met enkele honderden mensen bij elkaar, maar soms al met enkele duizenden mensen. En dan zie je dus dat er nu echt bestuur georganiseerd gaat worden. Die steden werden bestuurd door priesters en door andere mensen die veel aanzien hadden en die werden later zelfs vaak tot koning gekroond. Want langzamerhand werden die steden ook stadstaten die met elkaar gingen concurreren en soms ook met elkaar in oorlog waren. En het ging dus niet alleen maar om een stad, maar die steden konden uitgroeien tot een rijk. Ja, wat gebeurt er dan op sociaal gebied in die steden? Daar zien we dat men dus in steeds grotere groepen gaat samenleven en dat binnen die groep de sociale verschillen steeds groter worden. Er komt een steeds groter verschil tussen rijk en arm. Bij de jagers en die verzamelaars had iedereen elkaar nodig, leefde iedereen ongeveer op dezelfde wijze. Het ontstaan van die landbouw zorgde al voor kleine sociale verschillen, want de ene boer had een beter stuk grond dan de andere boer en die werd daardoor rijker. En ja, in die steden liep dat helemaal uiteen, want nu was niet eens iedereen meer boer, maar kon je ook al verschillende beroepen hebben die allemaal verschillend in aanzien waren in die Sumerische steden. Op cultureel gebied zien we nu echt georganiseerde religie ontstaan. In veel van die vroege steden zijn tempelcomplexen terug te vinden waar de plaatselijke godheid aanbeden werd. En daarnaast zien we ook dat er nog steeds heel veel nieuwe uitvindingen gedaan worden die de samenleving weer verder helpen.